Prinses Amalia heeft, ondanks de vele controversies rondom het Amsterdamse studentenkoor, ASC, besloten zich aan te sluiten bij deze vereniging. Deze keuze heeft geleid tot felle kritiek, vooral van columniste Debbie Gerritsen in het Algemeen Dagblad. Ad, die haar teleurstelling uitdrukt met de woorden, mag ik een emmertje? Om in te kotsen, wel te verstaan. Het Amsterdam Studentenkoor, een naam die al jaren negatieve aandacht trekt vanwege beschuldigingen van mishandeling, vernedering en vrouwenvriendelijke uitspraken, blijft een omstreden onderwerp. Debbie Gerritsen vindt het bijzonder teleurstellend dat prinses Amalia juist nu lid wordt van deze club, die bekend staat om zijn seksistische en verwerpelijke tradities. Volgens Gerritsen had Amalia een krachtig signaal kunnen afgeven door de deelname aan deze koninklijke traditie te weigeren. En zo een statement te maken tegen de schadelijke cultuur binnen het koor. Gerritsen benadrukt dat de houding van veel oud-leden, die zelden kritiek uiten op de misstanden binnen het koor, bijdraagt aan een cultuur van zwijgen en acceptatie. Dit wekt de indruk dat Amalia niet de enige is die bereid is zich te associëren met een organisatie waarin vrouwen op denigrerende wijze worden behandeld. Volgens Gerritsen getuigt Amalia's keuze van een zorgwekkende voorkeur voor traditie boven morele principes. Van een prinses met een voorbeeldfunctie had ik echt iets anders verwacht, voegt Gerritsen toe. De ontgroeningsrituelen van het koor staan eveneens onder vuur. Informatie van Story onthult dat de ontgroening, die Amalia inmiddels heeft doorstaan, een zware fysieke en verbale beproeving inhoudt. Mannen worden vooral fysiek uitgedaagd, terwijl vrouwen vooral worden blootgesteld aan verbale beledigingen en vernederingen. Zo moeten vrouwelijke leden de ouderjaars bedienen tijdens feestjes en worden zij onderworpen aan uitschelden en andere vernederingen, zoals dansjes uitvoeren op commando. Daarnaast worden ze na een ochtendborrel gedwongen urenlang in kleermakers zitten blijven, waarbij ze liedjes uit het hoofd moeten leren en uitvoeren zonder fouten. Deze onthullingen benadrukken de voortdurende controverses en de problematische aspecten van de tradities binnen het Amsterdam Studentenkoor. Ondanks de kritieken en de wijdverspreide afkeuring blijft de aantrekkingskracht van deze organisatie onverminderd bestaan, wat vragen oproept over de rol van traditie in de moderne tijd en de bereidheid om onethisch gedrag te tolereren in naam van een vermeende eer.